We zijn hier bij de opening van 3D Makers Zone in Haarlem. Een plek waar een 3D factory is. 3D print factory. Kijken wat voor leuke dingen er zijn. Nou, mijn dochters vinden in ieder geval dit heel interessant. Het printen van een koekje. En ze mogen er zelfs eentje hebben. Die komt dus gewoon uit die printer. En nu onze een half koekje. Oh ja, dan mag er nog eentje hebben. Dus inderdaad, foodprinten kun je dus ook al doen. Populairste bij het kinderen, maar er is nog veel meer. Daar gaan we even naar kijken. De opening van dit 3D Makerscentrum is gedaan door burgemeester Bert Snijders. Waarom bent u hier? Waarom vindt u dit interessant, burgemeester? Omdat dit buitengewoon innovatief is. Ik denk dat er hier vandaag weer een stukje geschiedenis geschreven wordt. Omdat er een revolutie in de maakindustrie aanstaande is en die begint hier. Oh ja, die begint hier. Die wordt in ieder geval, ze prepareren zich er hier echt voor in de omgeving Haarlem. Ja, ik ben er trots op dat we dat hier in de stad hebben. Wat heeft u gedaan om het hier te krijgen eigenlijk? Nou, daar hebben we eerlijk gezegd in eerste instantie niet zo heel veel voor gedaan. Omdat de initiatiefnemers hier zelf zijn neergestreken. Maar dit gebouw is een oud gebouw van de gemeente. En dat hebben we aanvankelijk voor een hele vriendelijke prijs aan ze verhuurd. Ja. En dat willen we nog een tijdje blijven doen, ja. Ja, dat hebben ze ook goed uitgebouwd. 2 jaar geleden zijn ze mee begonnen. En nu zit die compleet vol. Maar hoe, als u nou kijkt, innovatie komt elke dag voorbij. Maar waarom is dit relevante innovatie? Nou, kijk maar rond wat er hier allemaal gemaakt kan worden. Ja. En van hele specifieke onderdelen. De deksels, van de putten. De deksels, maar ook een sleutel om, die kwijt was van de slot, die nog even nagemaakt kan worden. Hartstikke interessante kunstenaar die hele mooie dingen maakt. Poppen. Een eigen ketting voor jou weer. En een nieuwe keten voor de burgemeester. Waar vind je dat? Nee, dus het zijn echt. Ik geloof hier echt in dat dit groot gaat worden. Dank u wel. Nou, dit was dus het cadeautje aan de burgemeester. Een ketting. Zijn eigen ketting is gestolen en deze is dus gewoon helemaal in 3D uitgeprint. Nou, hoeveel moeite kost dit nou? Even de kunstenaar vragen. Alexander Banning is de kunstenaar die dit aanbood aan de burgemeester. Hoeveel? Één van de kunstenaars. Hè? De andere kunstenaar is David van der Veld. David, hoeveel werk is dat nou, is zo'n kunstenaar, zo'n ketting maken? Nou, dat is eigenlijk verbazingwekkend veel werk. Ja. Met z'n tweeën zijn we er 3 hele volle dagen mee bezig geweest. Oh, dat valt nog best wel mee. En waren jullie al expert op het gebied van 3D-printing? Ja, uiteraard. We zijn hier op het maak, zeg maar. Dus we zijn hier allemaal experts in alles wat 3D is. Ja. Dus kom vooral naar ons toe. www.alexanderbanning.com, www.creationsin3d.com, www.veldwerk.com, www.maakhaarlem.com. Hooray! Nou, we hebben nu contact, we hebben digitaal contact. Ja. Maar zo'n ding ben je dus 3 dagen mee bezig. De tweede, hoe lang ben je daar dan mee bezig? Dan wordt het een heel stuk korter, dan wordt het een dag. En toch een dag. Ja, want als je de 3D-file eenmaal hebt, zeg maar, dan kan je daarna honderden kopieën maken. Jawel, maar toch, om dit uit te printen kost toch nog gewoon een dag, zeg maar. Ja, ik zit even te denken of ik dat nou... Misschien zelfs wel ietsje langer nog. Oh, nog iets langer. Ja. Nee, dus 3D-printing, dames en heren, is geen massawerk. Is gewoon massa-individualiseren. Je kunt makkelijk één ding iets maken. Dus hoe vond je dat eigenlijk? Wat heb je geleerd van... Hoe lang ben je al bezig als kunstenaar met 3D-printing? Mijn allereerste klus in 2003 was al met 3D-printing introduceren op de R&D-afdeling van Masterfoods in Veghel. Ja, ja. En als ontwerper, dus ik ben industrieel ontwerper... Vanaf dag 1 leer je op school om met 3D-creatie te werken. Ja. En of dat nou een vonkmachine is of dat het een 3D-printer is, dat maakt niet uit. Dat is gewoon allemaal hetzelfde. Ja, ja. Dus is het nou zo nieuw? Het is helemaal niet zo nieuw. Voor de mensen die in de industrie zitten, NC-machines hebben we al heel lang. Wat is er nou nieuw aan eigenlijk? De prijs? Ja, de prijs. Het is nu nieuw omdat er in Italië iemand is geweest die een Arduino heeft ontwikkeld. Een elektronica-boordje. En die konden voor 15 euro per stuk worden ze verkocht. Ja. Daar werkt zo'n printer op. En daardoor wordt een technologie die 30 jaar oud is, ineens betaalbaar. Ja. Wordt dit nou echt zo belangrijk voor de maakindustrie, zoals je zei? Mijn hele bedrijf is veranderd door deze techniek. Dus ja, voor mij is het belangrijk. Ja, maar jij maakt individuele dingen. Jij maakt 1, 2, 3 aantallen. Kleine aantallen, individueel gemaakt. Ja, en ieder product heeft zijn eigen maat, zijn eigen naam erop, of zijn eigen kleur, of wat dan ook. Maar wel met eenzelfde 3D uitgangspunt. Ja.
Die als je nou ziet, je bent dus al 12 jaar bezig hiermee. Hoe snel is die industrie veranderd, 3D-printing? En hoe snel verwacht je dat het gaat veranderen? Nou, om een idee te geven, 12 jaar geleden kostte een heel klein productje ongeveer 500-600 euro. En datzelfde productje doe ik nu bij mij op kantoor in een avond en een nachtje voor 50 cent. Even Alexander vragen wat deze nieuwe printer is. Dat is een gipsprinter. Hey, zo'n gipsprinter, dat is echt maar, kun je mooie dingen van maken als ik dat zo zie. Wat is daar nou anders aan? Nou, wat er mooi aan is, is dat je ziet hier laagje voor laagje zie je een laag poeder opgelegd worden. Dan gaat er een kop overheen en die lijmt als het ware alle korreltjes aan elkaar. En dan geeft hij dan ook nog eens een keer een kleurtje bij. Net als je ink cartridge van je normale 2D noemen we dat dan. Ja. Hè? Dat is ouderwets. Van ja. Epson of wat maar dan ook. Maar dus gekleurd, dit komt er gewoon helemaal gekleurd uit. Deze kost ongeveer 70.000 euro, hè? Dat zou best kunnen. En wat betaal jij dan als je dit soort dingen gebruikt? Betaal je per uur of betaal je per kubieke centimeter? Per definitie te veel. Ja. Hier zien we dus wat voorbeelden wat er gewoon kant en klaar uitkomt. En dit is de nieuwste printer. Die heeft dus een extra kleur meer. En dit is de oude printer waar het allemaal mee begon. Je betaalt ongeveer 2 euro tot 3 euro per kubieke centimeter. Dus zo'n dingetje kost ongeveer 6, 7 euro om uit te printen. Maar daar is hij wel een paar uur mee bezig. En dat is dus gips. Het voelt ook als gips. Ik moest even meelopen naar deze auto's. Nou ja, auto's. Wat is dit? Het zijn allemaal conceptvoertuigen. Dat ontwikkel ik met mijn bedrijf. En het idee is dat we elektrische voertuigen, maar die kunnen we nu miniaturen heel snel uitprinten. Met een FDM-printer, gewoon een huistuin- en keukenprinter van ongeveer 1500 euro. En dan vervolgens lak je ze af. En dan kan je dus gewoon een verhaal vertellen. Wij zijn verhaalvertellers, net als jij. Ja. En dan vervolgens vertel je het verhaal door het product gewoon op tafel neer te kunnen zetten. Ja, hier zie ik typisch zo'n autonomous driving vehicle. Echt heel erg lelijk, maar hoe makkelijk is dit nou om dit nou te maken? Zo, als je nog een keer lelijk zegt, dan ga ik je even slaan met je eigen stick, hoor. Ah, deze is al heel mooi. Ziet er alweer veel mooier uit. Ja. Maar hoe moeilijk is het nou om zo'n ding te maken met zo'n huis- en tuinprintertje? Nou, als je goed kijkt, zie je in het midden een naad zitten. En doordat de printer een bepaalde dimensie aan kan, moet je het model dus opdelen in delen. Die verlijm je aan elkaar, maar door de nauwkeurigheid van het product is dat in principe geen enkel probleem. Daarna plamuur je hem en lak je hem. Het is wel een week vol tijd werk. Maar vroeger, ik heb ooit een fietsconcept gehad. Ja. Die wilde ik uit laten printen in België bij een gerenommeerd bedrijf. Dat was 7.500 euro. En ik ben nu ongeveer een week aan het werk voor ongeveer 2.000 euro. Dus het is wel een factor 3 omlaag. En je kunt het zelf doen. Juist. Kijk, we zien hier zelfs kamerleden die hier gewoon zijn. En die geïnteresseerd zijn in 3D-printing. Hallo. Kees, waarom ben jij hier in Haarlem om 3D-printing te kijken? Nou ja, 3D-printen is de toekomst. Ik zit in de Tweede Kamer voor D66. En ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor het omarmen van nieuwe technologie, zoals 3D-printen. Nou ja, toen hoorde ik dat hier vandaag deze opening was. Toen dacht ik, ja, daar moet ik dan zelf... Kom jij uit deze buurt of zo? Nee, ik kom uit Amersfoort. Oh, oké. Okay. En dit is dan, waarom kom je dan hier bij dit soort innovatie? Afgezien dat D66 wel over het algemeen dat wat meer aan dat soort dingen doet dan jullie, PvdA, CDA en VVD? Ja, omdat ik ken de heer Bolhuis toevallig van eerdere contacten. Ik wist dat hij ermee bezig was. Ja. Ik kreeg een uitnodiging. Ik denk, weet je, we kunnen altijd wel praten over 3D-printen, maar we moeten er ook gaan kijken. En dit is een plek waar ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht dat bedrijven geld kunnen verdienen met anders produceren. Ja. Het blijft anders te veel een hobby of een dingetje of een toekomst iets, terwijl het al lang loopt en bezig is. Hoe kijk jij als liberaal D66 aan tegen het stimuleren door de overheid van bepaalde technologieën? Heel positief. Ik ben een aanhanger van de gedachte dat bedrijven vaak wel willen investeren, maar dat sommige investeringen in innovatie echt door de overheid gedaan moeten worden, omdat ze anders niet van de grond komen. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld onderzoek naar bepaalde medicijnen of onderzoek naar toepassingen van het Internet of Things of 3D-printen of blockchain, hè, betaaltechnologie. Allemaal dingen waarvan iedereen aanvoelt, daar kunnen we heel veel mee doen. Maar iemand moet dat eerste zetje geven, omdat één iemand kan dat niet doen. Want het belang is, of de winst is vaak groter dan voor één iemand. Dus daarom komt het nooit van de grond. Dus heeft de overheid. En nou, de liberalen zeggen vaak van ja, het is moeilijk
om dan een winnaar te kiezen. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, je moet als overheid geen winnaars kiezen, maar je moet als overheid kansen stimuleren. En bepaalde innovaties, bepaalde dingen die echt de toekomst hebben, moet je als overheid het eerste duwtje geven. En wat mij betreft kun je er ook nog bij zeggen, als het echt succesvol is, betaal je de overheid ook weer terug. Ja, dat zou ook wel een goeie zijn. Niet alleen maar weggeven, maar gewoon investeren en ook geld terugverdienen, net zoals de kabel. De kabel is ook zoiets, daar hebben ze goed geld aan verdiend, energiebedrijven. Allemaal dat soort voorbeelden. We betalen dit jaar 1 miljard aan de topsectoren. Dat gaat allemaal naar bedrijven. Ik heb zoiets van, als bedrijven succesvol zijn met geld van de overheid, laten ze dat geld dan weer terugbetalen. Zou nog mooier zijn. Heel goed idee. Daar moet naar geluisterd worden. Ik bedenk ervan, hoor. Kijk, zij zijn weer enthousiast. Naast het voedsel hebben de kinderen nu een armband. Twee armbanden. We waren de enige die twee mochten. Okay. Nou, en wat vinden jullie van deze printer? Hier, die dit soort dingen kan maken. Kijk, dit is echt gewoon, de allergrootste printer. Die kan de hoogste dingen maken. En die staat dus gewoon, die kan dus gewoon helemaal omhoog en omlaag. Nee, laat mij even. Kijk. Oh, dit is niet de grootste. Ik moet nog even naar de grootste toe. Dan ga ik daar eens even naar kijken. Hier, wat is dit? Dat is de grootste printer. Waar? Daar. Oh, kijk, die is nog wel even een beetje groter. En die kan dus inderdaad heel mooi, zo'n oude robot. Je zet er een printerkop op en je hebt gewoon een hartstikke grote robotprinter. Ubercool. Printer hier wordt uit basismateriaal, komt hier gewoon printmateriaal, 3D printmateriaal. In een grote rol. Hier koelt hij af. En daar wordt het materiaal gemaakt. Wat kost zo'n rol eigenlijk? 27 euro, 28 euro, zo wissel. En het basismateriaal wat erin gaat? Een paar dubbeltjes? Nou ja, het zal goedkoper zijn, want anders maken we geen winst natuurlijk. Het basismateriaal van een 3D-printer. Yes. En nou ja, als we hier kijken, wat is dit voor een tent? Dit is de 3D-scanner. En wat je hier dus kunt doen, is gewoon allemaal objecten, zoals een putdeksel, 3D scannen. En daar zie je het resultaat ermee. Het scannen wordt natuurlijk net zo belangrijk als het printen, om dat snel en accuraat te doen. Hier zie je een putdeksel, die eigenlijk niet meer gemaakt kunnen worden. En je kunt hem gewoon vrij snel inscannen. En daarna kun je hem dan... Kun je hem dan weer uitprinten. En dat wordt hier dus echt gewoon door het drinkwaterbedrijf wordt dit gedaan. En via wifi uitgestuurd. Zo, ik zie even met Jeroen Veger naar de opening. Ja, 2 jaar geleden was dit dan alleen maar een tijdelijke expositie. Nu is het echt gewoon een volledige 3D printing home. Ja. Hebben jullie zijn nog steeds met z'n drieën? Nou, met z'n vieren eigenlijk, ja. Met z'n vieren, ja. Okay. Ja. En hoe heb je dit geld bij elkaar gekregen om dit nu in te richten? Nou, beetje bij beetje eigenlijk, bij elkaar sprokkelen. En natuurlijk niet in één klap al die printers aanschaffen, maar eigenlijk op afbetaling. En andere printers zijn eentje is via de HVA hier terechtgekomen. Andere is weer een andere regeling. Dus en, nou ja, langzamerhand en nu is het allemaal gewoon betaald. Je bent ook een subsidiekoning nu. Je weet nu waar je subsidie vandaan moet halen. Heel werk, hè, om dat te doen. Ja, dat snap ik net zeg, maar dit is allemaal niet met subsidie gedaan. De, nee? de enige subsidie die we gehad hebben, is voor onderwijsaansluiting. Dus dat is om ervoor te zorgen dat onderwijs hier juist terecht kan voor 3D-printing. En dat we daar dus allerlei dingen voor organiseren, zoals hackathons met bedrijven, inspiratiesessies die we hier doen. En een tal van andere dingen die we daarvoor... Hey, als ik hier nou een bedrijf wil kopen en ik wil geïnspireerd worden, ik wil hier een dag komen of een halve dag komen met mijn personeel om te laten zien wat de toekomst is van de maakindustrie. Wat kost dat? Nou, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Dat moet je even bij Herman. Ongeveer? Ja, dat varieert. Wil je een brainstorm sessie of wil je een pilotproject starten? Wil je gelijk allerlei 3D print opdrachten hier bij ons neerleggen? Ja, ja. Of wil je eigenlijk gewoon eerst een beetje snuffelen? Nee, gewoon een beetje snuffelen, een beetje kijken, een beetje geïnspireerd worden. Nou, we hebben elke dag mensen hier over de vloer en die rekenen we helemaal niks. En daar kan van alles uit voortkomen. Dat is natuurlijk voor ons gunstig, is voor hen gunstig. En we willen ze gewoon graag inspireren en helpen bij het maken van de eerste stap. In 2 jaar van een lege hal en een tijdelijke expositie naar een volledig ingerichte met allemaal verschillende leuke printers. Nou, knap gedaan Jeroen, gefeliciteerd. Dankjewel.
Zo, Maarten Verkoor is een van de drie oprichters. En ja, gefeliciteerd met de opening, Maarten. Gefeliciteerd met je verjaardag. In 2 jaar van een lege hal naar lekker gevuld. Wat heb je hier staan van printer? Hier staat de ProJet 5000 van 3D Systems. En dat is een printer die werkt met material jetting. En hij legt hele kleine druppeltjes hars neer in een digitaal patroon. En ja, vervolgens kijken. Dus dit zijn allemaal laagjes, dat zijn we gewend. En dan meteen een UV-lampje erachteraan om het te harden. Ja, dus het hars wordt uitgehard. Dat zie je nu gebeuren door een UV-lamp. En het witte wat je ziet is was. Dat is de supportstructuur waar het hars op rust. Dus als het straks klaar is, dan wordt het uitgeharde hars met de was en al in een oventje gezet. En dan smelt de was en dan hou je alleen het uitgeharde hars over en het eindobject. Oké, okay. Hey, wat kost deze printer? Die is 170.000 euro. Wauw, dus dit ding is echt wel de duurste printer die jullie hebben staan. Waarom is dat zo bijzonder, deze? Nou, wij zijn de enige in Nederland die deze heeft. En waarom is het zo bijzonder? Nee, maar waarom is het zo? Kun je hier grote objecten mee maken of sterke objecten? Ja. Kijk maar. Ja? Je kunt hier bijzonder grote en bijzonder sterke objecten mee maken. Maar vooral ook heel gedetailleerde, heel nauwkeurige, hoge resolutie producten. Ja. Dus filtertjes. Hele nauwkeurige onderdeeltjes voor producten en machines die op geen enkele ook heel sterk te maken zijn. Heel sterk. En heel sterk, ja. En ook geassembleerd. Dus alle onderdelen komen in één keer geassembleerd uit de machine. Hoef je niet meer in elkaar te zetten ook. Ah, oké. Ik ga zo meteen even laten zien een fiets met een veer. Die vond ik echt heel bijzonder. Ja. Als dat daarmee kan, is dat echt ongelooflijk. Ze zijn wel behoorlijk lang mee bezig, hè, die dingen. Dat is niet echt gewoon in 3 minuten iets printen. Nee, dat duurt wel wat langer, ja. Nee, alles duurt wel gewoon gauw 10 uur. En dan als je iets wil hebben. Ja, hoewel deze machine al een stuk sneller gaat dan andere weer. Ja. Dus jij zegt, dit gaat de maakindustrie veranderen. Is het nou de maakindustrie in general of juist de niet-massa-industrie? In eerste instantie de niet-massa-industrie. Alles wat op maat is, wat gepersonaliseerd is. Maar uiteindelijk ga je zien dat naarmate de machines sneller worden, beter worden, goedkoper worden, dat ook de oplages gaan toenemen. En dat het steeds meer kan concurreren met traditionele productiemethodes voor massa. Ja. Ja, en je gaat dus ook al zien dat de kosten nu al flink omlaag gaan. En de mogelijkheden in vormvrijheid zijn eindeloos. Ja, en dan zie je het ook inderdaad vooral voor bijvoorbeeld spares. Dat je als je iets nodig hebt, zoals die sleutel van het slot wat jullie hadden gevonden, dat je dat even kunt uitprinten. Dat zijn natuurlijk grote voordelen. Maar vooral N is 1 of N is heel klein. Dat is nu nog wel vooral het geval. Maar wat je eigenlijk gaat zien, dit is het digitaliseren van de maakindustrie. Digitale fabrikage. Als je weet wat het digitaliseren van de informatieindustrie gedaan heeft voor de economie. Hè, dus de opkomst van het internet. En dat is nog maar 15% van onze economie. Dat betekent dat 85% van onze economie nog gedigitaliseerd moet, kan en gaat worden via deze technologie. De impact daarvan op de economie gaat gigantisch zijn. Okay. Nou, je hebt in ieder geval een hele hal vol met mensen bij elkaar gekregen. Wat is je businessmodel? Wat voor klanten zoek je hier? Wij werken vooral met bedrijven die willen leren innoveren. Dus die niet zelf printers willen aanschaffen, die geen mensen in dienst kunnen of willen nemen, omdat dat een behoorlijke investering is. Eén machine is al heel duur. Laat staan meerdere machines, verschillende materialen, technologieën. Ja. En het moderne ondernemerschap is ook niet meer dat je alles maar koopt, in huis haalt, maar dat je het flexibel inhuurt. Er zijn ook businessmodellen in Silicon Valley van Uber, Airbnb. Dat zijn allemaal hele andere businessmodellen dan die we vroeger hadden. Gewoon 3D printing as a service, dat heb je hier neergezet. Je kunt als één pitter met één druk op de knop een stukje fabriek inhuren. Okay. Hartstikke mooi. En in 2 jaar weer een hoop bereik. Dankjewel Maarten. En een gefeliciteerd voor de groep. Even nog een vraagje. Wat is dat ding hier daarboven? Dat is een UFO. Die is hier net geland. Oh. Ja, en dat is een innovatie-UFO. Voor bedrijven die hier dus meer willen dan alleen maar tijdelijk klant zijn. Ja, nou het ziet er wel een beetje groen uit. Het is een beetje KPN-achtig. Ja, KPN zit er ook in, inderdaad, dat klopt. Die hebben ook gezegd van wij willen voor langere termijn innoveren buiten onze eigen R&D-afdeling. In een tuinhuisje waar je sneller kan, waar je met andere bedrijven samen kan werken en met andere technologieën alles kan combineren. En jullie zijn ook een LoRa-punt hier. En we hebben hier een LoRa-punt, ja. Dus, okay, dus die Internet of Things, here lives the Internet of Things. Exact. Kijk wat mensen toch maken met 3D-printing. Heel mooi. Kunstenaars en objecten. Kijk, heel veel leuke gasten. En ook meisjes met een Heelie. Kom maar. Allemaal geprint hier.
schoenen die innovatief zijn. Woehoe! Kijk, en dit is nou indrukwekkend. Dit vind ik echt indrukwekkend met 3D-printing, wat je hiermee kan doen. Dit is gewoon een object dat komt als één geheel uit een printer. En wat kun je ermee doen? Er zit een veer in. Je kunt gewoon draaien. Hij is gewoon compleet als object. Compleet als object komt hij er met veer en al uit. Dan is hij wel 10 uur aan het printen, of 20 uur, en ook nog 20 uur aan het afkoelen. En het is niet goedkoop, maar dat zoiets gewoon niet meer geassembleerd hoeft te worden, maar gewoon één 3D digitaal model is. Dat betekent dat als die printers goedkoop worden, materiaal sterk is, dat gewoon hele objecten er tegelijkertijd uit kunnen komen. Fantastisch. Nou, dat was het dan. Dit was dan de 3D Makerzone, een 3D-fabriek waar je gewoon 3D-printing on demand kunt krijgen met allemaal verschillende soorten printers. Groot, klein, sterk, zwak, mooi, kleur. Je kunt hier als bedrijf gewoon heen gaan. Een rondleiding kost geloof ik niks. En samen brainstormen, nou, dat is volgens mij echt de moeite waard om hier iets aan te doen. Tuning out. En hier nog even wat voorbeelden van zaken die je kunt printen. Hele kleine dingen, die kunnen nu aardig gedetailleerd zijn. Best wel duur, kost wel een hoop tijd. Maar dit is echt een ontwikkeling die snel vooruit gaat. En voor malle dingen laten zien, demonstreren, first things. Customization is het heel erg handig. Maar dit soort dingetjes, allemaal nog heel duur om te scannen, uit te printen. Kost honderden euro's zo'n klein poppetje. En dat moet toch wel een stuk beter. Maar dat gaat ook gebeuren. Tot straks.